65.000 incidenten met verwarde personen waren er vorig jaar in ons land. Dat aantal neemt toe met 10 tot 15% per jaar. Een wet die toestaat dat verwarde personen gedwongen mogen worden opgenomen ter observatie, klinkt burgemeester Raven van Hellendoorn als muziek in de oren. Ik ben zeker blij met het voorstel wat nu in de Tweede Kamer ligt. En ik denk dat alle burgemeesters blij zullen zijn met dit voorstel. Dit geeft de mogelijkheid om de burgemeester de bevoegdheid te geven om iemand tijdelijk 3 dagen op te nemen. Om dan te kijken wat voor oplossing we kunnen verzinnen. Minder enthousiast is Arnoud Jansen van Dimens. Hij is als psychiater verantwoordelijk voor gedwongen opnames en ziet niets in het plan van de minister. Dat vind ik een schending van rechten van de mens. Dan mag je eigenlijk uit het oogpunt van angst uit de samenleving, van oh, die man zou misschien ons wel eens wat aan kunnen doen, want wat hij, zoals hij zich gedraagt, begrijp ik niet, zou je iemand zomaar mogen vastzetten. En die observatiemachtiging houdt ook in dat je wel iemand mag vastzetten, maar eigenlijk niks mag doen. Dat je iemand dan 3 dagen vastzet, er alleen maar naar mag kijken. Ja, dat is je moet je voorstellen dat je buurman is of je vader is die dat gebeurt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. We gaan niet over 1 nacht eisen. Daar is vaak een heel traject aan vooraf gegaan. En we hebben allerlei dingen dan geprobeerd. Hè. Dat heeft de politie soms geprobeerd, dat heeft de woningstichting geprobeerd. Dat hebben allerlei instanties geprobeerd. En als iemand echt zoveel overlast veroorzaakt, dan moet je wat. En dan kan het niet zo zijn dat alleen de patiënt of de cliënt centraal staat, maar dan hebben wij als burgemeesters ook te maken met de omgeving. Toch is de Dimensgroep ook wel blij met de mogelijk nieuwe wet. De wet verplichte GGZ maakt ook dat we mensen gedwongen zouden mogen behandelen. En dat betekent dan dat je veel eerder kunt ingrijpen en dat je iemand niet hoeft op te nemen om hem te behandelen, maar dat je hem ook thuis zou kunnen behandelen. Het is een fantastische wet. Verwarde personen zijn meestal mensen die bijvoorbeeld schulden hebben of een verslaving. Volgens het nieuwe plan mogen zij dus 3 dagen gedwongen worden opgesloten. Als je in het huidige tijdsgewicht kijkt, dan begrijp ik dat soort oplossingen wel. En je zou kunnen zeggen, wij willen ons land terug en ons thuis voelen, dus we bouwen een muur met de buren, zoals Trump zegt. Maar ik schaak dit ook in het kader van Playmobil-oplossingen.